Ivalio Staal, mag ik je feliciteren met het gelijkspel? Ja, ja, ik denk dat als je in de 90ste minuut, volgens mij was de 90ste minuut de gelijkmaker scoort, dan wel. Ik denk, zij stond natuurlijk voor, tweede helft, dan ga je alles of niet spelen. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. En dan is het wel fijn dat je uiteindelijk op het laatste, op de valreep nog de gelijkmaker scoort. Ja, want die eerste helft moet je niet lang over hebben, denk ik. Nee, zeker niet. En, ja, dat is balen, want we zaten er lekker in. En, hoe verklaar je dat dan? Ja, vind ik moeilijk. Vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dat we dan even goed de beelden moeten kijken, alles laten bezinken. En dan gewoon goed gaan evalueren waar het aan lag. Maar wij kwamen niet in ons spel. In de opbouw moeilijk. We kwamen niet echt tot de vrije man. En dan zie je dat het lastig wordt. En uiteindelijk liepen wij een klein beetje achter de feiten aan in de eerste helft. In de rust hebben we wel met elkaar gesproken en hebben we aangegeven dat wij het anders zouden gaan oppakken. En dan valt net naar rust die 0-1. Ja, dat was een beetje op een vervelend moment. Want ik had het gevoel dat we wel de rust uitkwamen. Voor mijn gevoel was het een beetje uit het niets dat die goal kwam. Zat dat hem in? Oeh, ja, dat was. Ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar volgens mij de bal aan de linkerkant die werd geopend aan de rechterkant. Voorzet en Brandsma die kwam goed bij de eerste paal voor Luca en die hij kopte hem wel goed binnen. Maar hadden wij misschien iets beter moeten staan. Wat voor gevoel sta je vooral hier? Vind ik moeilijk onder woorden te brengen. Van tevoren hadden we heel graag die 3 punten gewild. Ik denk dat als je gisteren had gevraagd, stel je speelt gelijk, dan sta ik niet met zo'n heel tevreden gevoel. Maar uiteindelijk, als je achter staat en je scoort op het laatst nog tegelijkmaker, dan ben ik daar wel tevreden mee. Vel, net is zo'n beetje je 8e derby. Ik neem aan dat bijzonder blijft. Jullie benaderen de wedstrijd natuurlijk op een bepaalde manier heel technisch. Maar ja, in hoeverre is zo'n derby voor jou heel anders dan al die andere wedstrijden? Ja, dat blijven hele speciale wedstrijden. En met name door de ambiance, de supporters. Het begon natuurlijk al op donderdag. Dat is gewoon prachtig. En dat zijn de mooiste wedstrijden om te voetballen. Dus ik denk dat het niet uitmaakt hoe lang ik hier zou blijven voetballen. Of het nou mijn 8e, eerste of mijn 20ste is. Dat blijven altijd speciale wedstrijden. Uiteindelijk 1-1. Weerspiegelt dat het wedstrijdbeeld wat jou betreft? Of? Eerste helft was Katwijk de betere ploeg. Tweede helft komen zij misschien wel terecht op voorsprong. Daarna hadden wij wat meer controle, gingen wij gas geven. Hebben we denk ik goed karakter getoond. En op basis van die tweede helft dan zou ik zeggen terecht gelijkspel.